Donderdagavond werd in de Polderpoort het jaarlijkse sportgala gehouden. Het sportgala is een initiatief van Lentis Geuzencollege Polderpoort en gemeente Vlaardingen. De vrouwenploeg van hockeyvereniging Pollux staat aan kop van de ranglijst in de tweede klasse en hebben daarmee de aanmoedigingsprijs gewonnen. Wij worden aangemoedigd om kampioen te worden. Kijk aan. En gaat dat lukken? Ja, zeker. Maar nou ja, laat ik zo zeggen, elke wedstrijd is er één. En we gaan onwijs ons best doen om elke wedstrijd beter te worden. Maar ik ga ervan uit dat deze ploeg wel echt kampioen gaat worden. Bij het waterpolo staat ZVVS bovenaan de ranglijst van de eerste klasse. En zij hebben zich geplaatst voor de finale van de Man Meer Cup. Ook deze heren wonnen een aanmoedigingsprijs. Ja, ik denk dat de prestatie voor zich spreken. We zijn 3 wedstrijden voor het einde, 4 punten los. 2 wedstrijden winnen, dan zijn we klaar. 1 keer thuis, 1 keer uit. En dan die week erop kunnen we de beker pakken. Dus het kan een heel mooi seizoen worden. Ongelooflijk spannend. Hoe vind je dat je die prijs hebt gewonnen met elkaar? Wij zijn op een gegeven moment dit seizoen een andere tactiek gaan spelen. Waarbij we de tegenstanders konden daar niet op anticiperen. En wij wonnen gewoon vrijwel alles. En nu wat ik de coach zeg, we staan 4 punten los. Dus het gaat de goede kant op. Nieuw op dit gala was de rubriek Sportfoto van het jaar. De gestileerde foto van Ineke Hoekstra van Twee Schermers won. Ja, de winnares van Sportfoto van het jaar. Dat is wel een unieke categorie op dit sportgala. Vertel eens, hoe is dat? Heel apart, want ik maak eigenlijk ook niet zo vaak sportfoto's. Dus ik ben ook niet iemand die elke week langs de lijn staat om te fotograferen. Dus ja, het was wel een verrassing, ja. Je hebt een bijzondere foto geschoten, eigenlijk een gestileerde foto zou je kunnen zeggen. Hoe kwam je hierbij? Ik zit nu zelf een jaar bij schermvereniging Trefpunt in Vlaardingen. En ik fotografeer al een hele tijd. En omdat schermen toch nog een beetje onbekend is, en zeker in Vlaardingen, dacht ik van ja, misschien moet ik daar wat meer mee doen. En in de sporthal is het toch altijd een beetje saai met zo'n groene vloer en zo'n wandrek op de achtergrond. Ik denk misschien moet ik buiten de context halen en er wat spectaculairs mee doen. Ik heb meer foto's gemaakt in deze serie. Maar ja, deze was in Vlaardingen, dus vandaar dat ik deze heb ingestuurd. De felbegeerde sportpenning ging dit jaar naar Loek van Zevenbergen. Loek doet aan de atletische meerkamp. Ja, ik had het totaal niet verwacht. Echt, ik hoorde dat er een verrassing zou komen, maar dit had ik echt niet verwacht, nee. Jij doet aan een bijzondere sport. Kan je er iets over vertellen? Ja, ik doe atletiek. En atletiek, ja, dat wordt eigenlijk, vind ik toch zelf wel de mooiste sport die er is eigenlijk. Omdat het gewoon prachtig is om naar te kijken. En doe zelf de meerkamp. Vlaardings sportvrouw van het jaar is de Kyushkin Karateka Joyce Huiskens. Ja, sportvrouw van het jaar, hoe is dat? Ja, dat is leuk. Ja. Nou komt dat natuurlijk de vraag, had je het verwacht? Nee, dat natuurlijk nooit. Welke bijzondere prestatie heb jij geleverd? Denk je uiteindelijk dat je toch uitgeroepen bent tot sportvrouw van Vlaardingen? De laatste keer Europees kampioen geworden, dus dat zal het wel zijn dan, zeg maar.